Ze heeft een nieuwe cd het licht laten zien. Die heet Last Resistance Wende. Een totaal andere Wende dan die we kenden. Iedereen sprake van een Wende, maar wat een mooie Wende zeg. Wat een goed begin. The Garden. En dan die overgang, jodelen. Is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij de opera dagen van Rotterdam, maar toch is het er. Sterker nog, jodelen is overal. Maar wat weten we er eigenlijk van? Jodelaar Dannibal en Bart Plantinga, de oud-DJ met een jodelliefde, die hebben overal een antwoord op. Dolf, dit is geen gezicht, man, die lederhozen. Dankjewel. Bart Plantinga, u bent Mr. Jodel. Staat hier, waar komt de jodelliefde vandaan? Van DJ'en. Dus ik kwam het gewoon toevallig tegen in al mijn mixen. Dus ik wist niet eens, het was onbewust dat ik het draaide. En plotseling merkte ik dat ik vaak jodelnummers draaide. Want u bent DJ? Ja. En u heeft een accent? Ik heb een accent, ja. U komt daar vandaan? Ik kom uit Bad Hoeverdorp. Ja, dat is wel heel bijzonder. Maar ik woonde mijn hele leven in Amerika eigenlijk. Ik kan me voorstellen, als je in Bad Hoeverdorp woont, dat je graag naar Amerika gaat. Want als je in Bad Hoeverdorp woont, dan ga je graag overal heen. Maar u bent DJ en u draaide jodelliedjes in uw set. Ja, dus in de mix. En, ja, in de mix, dat begrijp ik wel. De Wheels of Steel. Maar wat draaide u dan gewoon verder? Ja, elektronica, ambient en geluidjes. En ambient, dat is Bad Hoeverdorp voor ambient. Wat zeg je? Ja. Maar wat gebeurde er als u jodel draaide? Ja, dat paste er heel goed tussen eigenlijk. Zo goed dat ik het niet eens merkte in het begin. Dus het paste er heel goed in eigenlijk. En wanneer had u uw officiële jodel coming out? Wanneer kwam u uit de jodelkast? Mijn laatste radioprogramma in New York. Heb ik voor mijn luisteraars een cadeautje achtergelaten. Van 2 uur lang jodelnummers draaien. En toen zeiden ze, ga maar terug naar Bad Hoeverdorp. Oké. Okay. Laatste programma. Het is ons in zitten. Het staat hier echt. Dannibal. Dannibal. Laat even horen wat uw claim to fame is, als u wilt. Ik dank u voor dit gesprek. Waar komt dit vandaan? Ik bedoel, het komt uit u, maar waar komt het dit vandaan? Het komt van heel diep. Ja. Het komt van heel diep, dat zagen wij aan alles. Ja. Maar hoe komt u hier nou weer aan? Nou, ik vond het net treffend opgemerkt. Het paste gewoon heel goed in mijn muziek. Ik ben een tijdje aan het mondharpen en eind jaren 90 heb ik mij verdiept in keelzang. En tijdens mijn speurtocht kwam ik ook in de alto terecht. U bent een tijdje aan het mondharpen? Ja, dat is een andere interview, denk ik. Nou, dat bepaal ik. Maar, ja, maar of ik. Of Felix, maar ik denk ik. Precies. Maar soms ook ik. Heel soms. Ja. Maar wat is mondharpen ook alweer? Ja, dat is zo'n poing-poing dingetje. Hè? Juist. Ja, precies. Prachtig. Ik ken het uit gamma-reclame, denk ik. Nee, dat soort dingen. En toen bent keelzang. En dit is, want wij denken jodelen, wij denken aan Oostenrijk. Ja. 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 En Zwitserland. Komt jodelen... Duitsland. Uit Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland? Nee. Waar komt het vandaan? Uit Afrika, met de eerste mens. Die brachten hun gereedschap en eigenschappen mee. En een van die eigenschappen was jodelen. Een kleine neger met een mondharp. Maar u bedoelt... Een paar honderdduizend jaar geleden, ja. En wie dus waren dat? Dat gaat uit de out-of-Africa theorieën zijn dat de eerste mens... Ik heb gehoord dat Afrikanen horen jodelen, maar misschien heb ik het mis. Ja. Welke bekende? De pygmeeën, maar ook in jazz komt het voor. En de slaven in Noord-Amerika brachten het naar Noord-Amerika. Het zijn vaak mooie ritmische sequenties ook, hè? Ja, het is, en waarom heeft jodelen... Want er zit een verhaal achter. Ik bedoel, de eerste mens liep al te jodelen. Waarom heeft het zo'n lullig imago? Dat komt door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ik bedoel, de entourage eromheen en de cowboys, de jodelende cowboys. Er zit wel een bepaald kietserig sfeertje omheen. Het is altijd fijn om Duitsers van iets de schuld te kunnen geven, maar in dit... De subtitel is from Kitsch Folk. U pakt nu uw boek, dit is een boek, Jodel in Hi-Fi, from Kitsch Folk to Contemporary Electronica. Want dus die tocht uit het kitsch naar hip
hedendaagse muziek. Wij treffen jodelen nu op allerlei plekken aan. Ja. Ik laat even wat behalve horen. Behalve Antarctica. Behalve Antarctica. Ja. Zegt hij alsof het een volstrekt normale tussenwerpsel is. Waarom niet op Antarctica? Ja, er wonen geen mensen. Dus Pingwins beginnen er niet aan. ja, zou kunnen. We gaan even luisteren wat we hebben. Kijk wat dit is. Jaru. Jaru, jaru, jaru. Ja, dat is... Wat was dat? Dat is een Mental Theo en Charlie Lonois, Nederlandse... Ja, techno. Het past perfect. Ja. Ja, en, mooi toch? En alles waarin je Mental Theo niet hoort, is meegenomen. Ja. Nog iets luisteren. Is ook lekker. Dat, en toevallig heet het Jodel Reggae, dat nummertje. Alles is normaal aan deze tafel. Even voor mij, we gaan nog een fragment horen. Maar even voor mij, ja? waar jodelt u? Is dat, ik bedoel, nou, ja, ik, in het openbaar? Ja, ik... en in de badkamer natuurlijk. Maar ja, ik ga nu zo meteen ook naar Amsterdam, naar een vette La Natuur. Daar heb ik een improvisatieduo Heug. En we gaan muziek maken. En daar hoort ook jodelen bij. En ook keelzang. En ook mondharp. En de loopen sequenties en... Soms zit er ook een jodelreggae bij trouwens. Nog één klein stukje wat we nog meer hebben. Ja. Kijken. Het is gewoon house. Ja. Jodelhouse. Jodelhouse, ja. Hartstikke lekker. En die operadagen, wat hebben die met jodelen? Want die operadagen beginnen... Ja, het zijn luidruchtige geluiden die operasterren maken. En dat past heel goed bij jodelen. Het begin van opera zat er veel jodelkreten tussen. Dus Rossini gebruikte vaak jodelgeluiden in zijn eerste opera's. Het is een fascinerende wereld. Het boek wat jij schreef heet Jodel in Hi-Fi. Operadagen beginnen vandaag in Rotterdam, duren tot 2 juni. Daribal, zou jij jodelen willen eindigen? Jodel ons eruit. Ja, 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 ja. Zeker wel.